Vaccineren bij de GGD gaat sneller dan bij de huisarts. En daar zijn 60-plussers niet blij mee, want die moeten naar de huisarts. Goedenavond. Wietplantages, drugsafval, drugscriminaliteit is een groeiend probleem. 8 Achterhoekse gemeenten gaan daarom gezamenlijk inzetten op preventie en handhaving. We gaan dat nu echt structureel doen. Daar zetten we ook als gemeente extra geld op in om samen met politie en justitie ook gewoon hier een vuist te maken tegen deze zware criminaliteit. En een winkel voor veganisten in Arnhem is er nu een winkel die gespecialiseerd is in niet-dierlijke producten. Maar hier kan alles. Gelderlanders van 60 tot 64 jaar oud moeten steeds vaker wachten op hun coronaprik. Terwijl mensen van onder de 60 al uitgenodigd worden. En dat komt doordat de 60-plusser wordt ingeënt door de huisarts. En prikken voor mensen onder de 60, dat gebeurt bij de GGD. En dat zorgt voor frustraties. Ik ben er gewoon veel mee bezig. En bedoel, als je om je heen hoort wat er kan gebeuren en je ziet wat er gebeurt, dan ben je gewoon als 60-plussen wel extra bang dat je nog ernstiger ziek kan worden natuurlijk. Want 60-plussers Yvonne en Perry uit Bennekom moeten nu nog weken wachten op een vaccinatie. Dat komt omdat zij bij de huisarts gevaccineerd moeten worden. Terwijl mensen onder de 60 bij de GGD terecht kunnen. Waar de capaciteit veel groter is. Mijn punt is dat het blijkbaar in beton gegoten is dat de 60 tot 64-jarigen per se op die AstraZeneca moeten wachten. Laat dan als de huisarts het heel druk hebben en de GGD's hebben wel tijd en die kunnen wel 's avonds prikken of de hele week door. Neem die groep dan mee om ze ook via de GGD te laten prikken. Wat me strijdbaar maakt is dat je dan bijvoorbeeld gisteren van Bruls moet horen. Dat hij het als bijzaak ziet. IC-bezetting vind ik een hoofdzaak. Maar om te gaan praten of we wel of niet elke spuit op tijd krijgen, met alle respect, dat leidt af van de hoofdvraag. Dan denk ik, ja hallo, voor ons is het wel hoofdzaak. Kun je wel zeggen dat het een bijzaak is, maar je zal het maar net treffen. Ik moet elke dag op Schiphol moet ik werk verrichten. En dat betekent dat ik met veel mensen in contact kom. Met veel vreemde mensen, veel buitenlanders. En al die mensen is een potentieel gevaar. Je wil graag nog wat langer van je kleinkinderen genieten. En dat het straks in één keer afgelopen is. Ik zeg niet dat dat. Maar die risico's zijn aanwezig. De Achterhoek zet vol in op de bestrijding van drugscriminaliteit. Deze week besloten de 8 Achterhoekse gemeenten de komende jaren gezamenlijk nog meer te gaan investeren in preventie en handhaving. Ook dit jaar is het aantal opgerolde labs en ontdekte drugspanden groeiende. Woensdag nog werden in het buurtschap Langerak in Doetinchem bij een leegstaand zalencentrum 2 containers met drugsafval en grondstoffen gevonden. Wij werden een paar dagen geleden wakker en wij maken ons gordijn open van het slaapkamerraam en we zien in één keer drugspand. Ja, dan ben je helemaal van, dat kan gewoon niet. Buurtbewoners waren juist blij dat het pand na jaren leegstand eindelijk weer werd verhuurd. Wij waren helemaal in de veronderstelling dat een leuk jong gezin een restaurant ging beginnen. En helaas zie je dan dit in één keer voor het raam hangen. En dan ben je helemaal verbijsterd. De politie heeft de zaak nog in onderzoek, maar de burgemeester heeft het pand meteen gesloten. En dat is niet het eerste pand dat dit jaar op slot is gegaan. De gemeente heeft dit soort borden zelfs moeten bijbestellen. Dat is eigenlijk lik op stuk beleid, wat wij overal in de Achterhoek doen. Als je zo'n grote fonds hebt, maar ook bij een kleinere fonds, sluiten we het pand en is het niet meer te gebruiken in die periode. Het gaat dus niet alleen om wietkwekerijen, maar ook de productie van zwaardere drugs, zoals crystal meth, speelt steeds meer een rol in de Achterhoek. We zien dat er zodanig toename is, dat je het eigenlijk niet alleen met je eigen handhavers kunt. Dus dat het ook heel erg belangrijk is dat het publiek, Dus mensen die er omwonen, verdachte dingen zien, dat ook gewoon blijven melden. Nu je dus kijkt en je loopt er langs, dan zie je eigenlijk ook helemaal geen vorderingen binnen. En dat is een beetje vreemd, dat zet vraagtekens. De burgemeester roept op dit soort zaken dus te melden. Daarnaast zetten de 8 gemeenten gezamenlijk nog meer in op preventie en handhaving. We gaan dat nu echt structureel doen. Daar zetten we ook als gemeente extra geld op in om samen met politie en justitie ook gewoon hier een vuist te maken tegen deze zware criminaliteit. In Hartje Arnhem heeft onderneemster Natasja de Rooij vandaag, naar eigen zeggen, de grootste vegan supermarkt van Nederland geopend. Er worden alleen veganistische, dus niet-dierlijke, producten verkocht. En daar blijken wel 2500 verschillende producten van te bestaan. Het gaat om een proef van 3 maanden. En als de supermarkt voldoende klandizie trekt, dan wordt de zaak een blijvertje.
Ik liep hier toevallig langs en ik was meteen nieuwsgierig. Alleen hij was gesloten. Daar was ik een beetje boos over, want ik wilde eigenlijk meteen naar binnen. Het is 12:00, dus ik zou zeggen, wees welkom. Een klokslag 12:00 is het dan eindelijk zover en kunnen de ongeduldig wachtende klanten de nieuwe supermarkt binnen. Niet zomaar een supermarkt dus, maar een vegan supermarkt. Hoe bijzonder is deze supermarkt nou eigenlijk? Ik denk dat het aan de persoon ligt die je het vraagt. Voor mij is het namelijk al heel normaal om veganistisch te eten. Maar je kan niet alles overal vinden. Dus vandaar dat ik deze winkel ben gestart. Ja, dit is gewoon te gek, want wij zijn al een behoorlijke tijd plantaardig. En je zit altijd te zoeken naar producten. En inmiddels weet je het wel, dus je kan wel vrij rap door de winkel rennen. En dan weet je wat je wel en niet kan pakken. Maar hier kan alles. Natuurlijk zijn er in niet-veganistische supermarkten ook veganistische producten te koop, zeggen de klanten hier. Maar dit is makkelijker. Alles wat je hier ziet kun je gewoon pakken. En nog steeds betrap ik mezelf op. Even kijken, is het echt? Weet je, is dit echt? Alles. En ik heb gewoon keuze. En dat is gewoon iets unieks. Dat is echt iets nieuws. Natasja de Rooij is eigenlijk per toeval met haar vegan supermarkt in Arnhem terechtgekomen. Via een tijdelijke verhuurder kon ze hier een groot leegstaand winkelpand in het centrum op de kop tikken. Maar is Arnhem wel klaar voor zo'n vegan supermarkt? Nou, dat is ook het handige, dat het tijdelijk is, dit. Of dat we in ieder geval even kunnen proberen. Daar gaan we nu achter komen. Ik hoop van wel. We gaan het in ieder geval 3 maanden uittesten. En vanaf daar kijken we wat de volgende stap is. Het is niet meer nodig om kilometers om te fietsen, want de fietspontjes zijn weer in de vaart. Sinds vandaag en wel op veel plekken in Gelderland. Nog wel met de nodige coronamaatregelen natuurlijk, maar genieten doen ze wel op de pont tussen Varik en Heerewaarde. Ik ben blij dat het pontje er weer is. Ja, ja, heel blij, want ja, varen is mijn lust en mijn leven, dus... Ik ben veel te blij dat we weer kunnen varen. Dit jaar helaas geen officiële opening van het toeristisch vaarseizoen. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is altijd heel gezellig, want de mensen vinden ook een vaartje vinden ze heel leuk natuurlijk. Dus het hoeft allemaal niet zo snel te gaan. En dat vinden ze gewoon leuk. En helemaal als er scheepvaart is en alles, ja, daar genieten wij ook van. Toch loert er gevaar, want het waterpeil kan binnenkort nog gaan zakken. Dus ik weet niet hoe lang we nog kunnen varen, dat het eigenlijk te laag is hier op de wal om tussen de kribben te komen. Dus ik hoop maar dat er wat regen valt in Duitsland. Dan hebben wij hier weer water. Maar tot die tijd kunnen de mensen nog volop genieten. Het is iets plaatselijk voor ons. En het is gewoon heel leuk om met het pontje over te gaan, zeg maar. Je ziet het, de mensen die zijn blij dat ze weer eruit kunnen. Dus ja, wij ook blij, mensen blij. Nou, wat wil je nog meer? De beste natuurfotograaf van het jaar. Dan komt heel wat voor kijken om die titel in de wacht te slepen. En het maken van een mooie natuurfoto, dat begint voor mij bij veel buiten zijn. De Graafschap is weer een stuk dichterbij promotie naar de Eredivisie. Gisteravond werd er met 1-1 gelijk gespeeld tegen Cambuur Leeuwarden. En daardoor heeft de Graafschap met nog 2 wedstrijden te spelen nog maar 1 overwinning nodig om te promoveren. Ja, het moet ook gebeuren nu. Dus alle vertrouwen in. En pakken we niet die ene overwinning, dan hebben we ook niks in de Eredivisie te zoeken. Dus we gaan er vol voor een van die 2 ploegen. Ja, daar moeten we gewoon van winnen. Na de wedstrijd in Leeuwarden werden de spelers van de Graafschap in Doetinchem met vuurwerk onthaald door de eigen supporters. De nieuwe gorillababy in de Apeldoorn heeft de naam Kiango gekregen. Dat heeft de Apeldoornse dierentuin vandaag bekendgemaakt. De naam Kiango betekent licht. En de gorillababy wordt gezien als lichtpuntje tijdens de coronatijd. Kiango is de 50ste gorilla die in Apeldoorn ter wereld kwam sinds de opening van het park in 1976. En de basketballers van Joods United uit Bemmel hebben gisteravond verrassend de bekerfinale bereikt. Joods United versloeg in de halve finale landskampioen Landstede. De bekerfinale wordt morgen gespeeld. Basketball Academy Limburg uit Weert is dan de tegenstander. Ja, eindelijk mocht Defensie weer een versterking van de troepen verwelkomen. Op de legerplaats bij Oldebroek zijn 6 nieuwe panzerhauwitsers gestationeerd. Gisteren was de officiële ceremonie en dat was de eerste in meer dan 10 jaar tijd. Ja,
het is bijzonder omdat we jarenlang krimp hebben meegemaakt bij Defensie. En daarom is natuurlijk zo'n oprichting van een batterij, ja, dat is ook wel een morele boost eigenlijk voor van de mannen en vrouwen. Jarenlang moest Defensie bezuinigen en stonden deze panzerhaubitsers zelfs in de verkoop. Maar nu is er geld beschikbaar voor een nieuwe eenheid en worden voor het eerst in meer dan 10 jaar nieuwe kanonnen in gebruik genomen. En dat is nodig ook, denkt generaal Dubbeldam. Dus wij staan ook aan de paal als het betreft het verdedigen van landen die lid zijn van de NAVO. En dan moeten we ook voorbereid zijn. Maar het is natuurlijk duidelijk dat we ook met enig interesse kijken wat er op de oostflank gebeurt. De panzerhaubitsers kunnen op een afstand van 50 kilometer binnen een paar meter nauwkeurig hun doelwit raken. Maar omdat ze lang hebben stilgestaan, moeten ze wel eerst worden ingeschoten. Ja, er komt een nieuwe eenheid bij, dus dat betekent dat er ook meer getraind gaat worden. Ja. Dus in theorie zou dat betekenen dat er ook meer geluid zou komen. Ik verwacht dat het in de praktijk wel mee zal gaan vallen. Want de nieuwe panzerhaubitsers staan nu wel bij het harde, maar dat moet snel veranderen. Nou ja, door COVID zijn een aantal van die oefeningen vinden plaats in Nederland. Maar ik vermoed dat zeker in de toekomst de meeste oefeningen weer in het buitenland zullen zijn. Start! Ooit ging hij een weddenschap aan om in 1 jaar tijd door alle steden en dorpen van 1 provincie te rijden. En die weddenschap die won Nijmegenaar Bram Witvliet. Maar toen kreeg hij de smaak zo te pakken dat hij alle steden en dorpen in Nederland inmiddels per fiets heeft doorkruist. Liefst 3275 steden en dorpen. En hij noemt zichzelf dan ook fietsgek. Alle tochten bij elkaar opgeteld is iets meer dan 25.000 kilometer. Het liefst fietste ik daar door de heuvels van Maastricht en dan het eind van de dag in Maastricht een lekker stuk fly eten. Nou, dat vond ik eigenlijk gewoon een beetje het summum. Lelystad en Emmeloord, daar wilde ik liever niet gevonden worden, zal ik maar zeggen. Oost-Groningen, dat waren wel momenten dat ik af en toe dacht, waar ben ik eigenlijk in godsnaam mee bezig? Hier is het wel heel, heel alleen. Gelderland is een heel mooie, veelzijdige provincie. Heel veel verschillende soorten gebieden, dus Betuwe, Veluwe en de Achterhoek en dus hier het Rijk van Nijmegen. Maar tussen Nijmegen en Arnhem is het echt wel een beetje zoeken als je daar wil fietsen waar het leuk is. Qua landschap kijk je eigenlijk alleen maar naar het asfalt en naar de auto's. Ik ben wel een beetje een mooi weerfietser. Het is natuurlijk wel eens gebeurd dat ik tijdens het fietsen in een plensbui terecht ben gekomen. Ik heb natuurlijk zoveel tochten gemaakt, 250 in totaal. Dan zou je zeggen, je hebt ook wel eens wat pannen gehad. Ik kan me herinneren dat ik tijdens een tocht toen een keer dacht van, oh, ik heb opeens vering in mijn voorvork. Nou, toen bleek dat het frame was gebroken. Het enorme project is nou klaar, dus de kans dat er een zwart gat komt is redelijk groot. Maar ik wil dat gaan opvullen door een boek te gaan schrijven. Dus ik zie ernaar uit straks in de pen te klimmen en om deze enorme missie nog eens te gaan overdenken. Wie maakt de mooiste natuurfoto van Gelderland? Vandaag is de derde editie van de Gelderse natuurfotowedstrijd van natuurplatform Buitengewoon van Omroep Gelderland van start gegaan. Hierin gaan we op zoek naar de mooiste natuurfoto's die in onze provincie zijn gemaakt. Oud-winnaar Jeroen van Wijk deelt een aantal fotografietips met ons. Mijn naam is Jeroen van Wijk. Ik heb vorig jaar de Gelderse natuurfotowedstrijd gewonnen. En het maken van een mooie natuurfoto, dat begint voor mij bij veel buiten zijn. Zo leer je het gedrag van dieren kennen en weet je bijvoorbeeld waar in een gebied de bloemen bloeien, in welke tijd van het jaar. Doe mij maar een hert hoor. Een belangrijke tip is om op ooghoogte te komen met je onderwerp. Of het nou een groot zoogdier is, een vogel, een bloem of een insect. Als je op ooghoogte gaat, dan komt het mooi los van de achtergrond en ligt echt de focus op hetgene wat jij wil fotograferen. Hierachter liep net een fazantenhaan. Heel druk roepen, fladderen met die vleugels. En dat is natuurlijk een ideaal onderwerp om je even lekker mee uit te leven. Denk daarbij wel aan een aantal vaste regels. Ruimte in de kijkrichting en let onder andere op je horizon of die recht is. Verder een goede rustige voorgrond en een achtergrond. Die maken een foto echt sterker. Dus ga erop uit. Ja, meer informatie over de Gelderse natuurfotowedstrijd kunt u vinden op buitengewoon.nl. Krijgt u nog wat weer?
Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, maar lokaal kan ook wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar waarde tot rond het vriespunt met vlak aan de grond lichte vorst. Morgen dan is het wisselend bewolkt met later op de dag de vorming van enkele lichte buien. En bij matige noordwestenwind wordt het niet warmer dan een graad of 12. En dan de vooruitzichten. Na het weekend neemt de kans op buien verder toe. En vooral dinsdag is het onstuimig met veel wind. Er kunnen ook zware windstoten voorkomen. Het blijft voorlopig vrij koud met maxima tussen 10 en 12 graden. En dit was Gelders Nieuws. Op onze site leest u alle ontwikkelingen rond corona en een speciaal live blog dat we daarover bijhouden. U vindt het op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.